Ik geloof. Zo begint een van de oudste geloofsbelijdenissen die we als kerk hebben, de apostolische. Maar wat zeg je eigenlijk met die oude gebeitelde woorden en wat voor betekenis hebben ze nu vandaag? Dat vroeg de kunstenaar Henk Pietersma zich af en hij exposeert met allemaal werken onder die noemer in de oude kerk. Ook in de dienst van aanstaande zondag komen er enkele voorbij. Geloven op scherp. De apostel Petrus zegt, je zou eigenlijk niet moeten beginnen met dat zinnetje ik geloof. Nee, je moet beginnen bij God. Dat is de toon waarmee Petrus zijn brief begint. In het zoeken naar betekenis zet ook hij geloven op scherp. En Petrus begint niet met het woordje ik, maar bij God. Pas daarna komt de beleving. Pas daarna komen de vragen, de twijfels en de angsten van de mensen van toen. Dat is nog eens een andere manier van kijken. Laten we eens een keertje niet bij onszelf beginnen, maar bij God. Ons geloof is volledig het werk van God, schrijft Petrus, en juist daarin ligt een enorme bemoediging. Juist dat mag ons hoopvol stemmen. Petrus noemt ons zelfs een levende hoop. Omdat de oorsprong van ons geloof bij God ligt, hangt het niet allemaal af van onszelf. Bij Petrus is geloof hoop. En die hoop, dat is niet de onzekerheid van ik hoop dat. Nee, het is gespannen verwachting. Het is volhardend uitzien naar de toekomst. Leef vanuit die hoop. Wil je hier meer van horen? Luister dan zondag verder naar de dienst of kom naar de viering om 10:00. Vergeet niet dat de tijd wordt omgezet. Je bent van harte welkom. Tot dan.